Iedereen heeft een verhaal, zo wordt wel eens gezegd. En eigenlijk is dat ook gewoon waar. Maar niet iedereen heeft zoveel verhalen als Gust van Mol. Waarover Louis van Dievel de biografictie De dokter is uw kameraad niet schreef. Gust van Mol is een Kempenzoon, werd door zijn tyrannieke vader regelmatig afgeranseld en gekleineerd, belandde bij Amada, werd in de beste Maoïstische traditie arbeider-proleet in de Limburgse steenkoolmijnen, studeerde voor dokter, werd dokter voor het volk, ruilde het ondertussen tot PVDA omgedoopte Amada in voor de SP en heel even nog de SPA, botste daar al snel met het opportunistische populisme van Steve Stunt en de holle marketing makeover van Patrick Janssens, verkaste met zijn dokterspraktijk naar een volkswijk in Rotterdam, ruilde in het kader van voortschrijdend inzicht Marx en Lenin in voor Theodore Dalrymple, fietste tussendoor ook nog eens de halve wereld rond en was vader en echtgenoot, zij het zelden fulltime. Het boek van Louis van Dievel vertelt niet alleen het fascinerende en rijke leven van Gust van Mol, maar geeft en passant ook een tijdsbeeld van het Vlaanderen van de jaren 60, toen in de lagere school nog opstellen werden geschreven met als thema wie werkt voor vrouw en kind en wordt door hen bemind? 'Tis vader! We nemen deel aan de ontroerende toewijding waarmee Gust zich laat brainwashen door ideologische traktaten van hoogdravende wereldverbeteraars die later meestal eindigen in beschermde, gulvergoede statuten aan de VUB of de UA. Het soort pedant volk dat in het studentenhuis de badkamer en de keuken niet mee kan proper houden omdat ze te druk bezig zijn met nadenken over revolutionair straattoneel en hoe de subsidierende overheid op te lichten. Ook de inside-kijk op het politieke theater en de onvermijdelijke botsing tussen idealisme en starre ideologie, tussen goed doen in de praktijk en het gekonkel en gekronkel in de partijcoulissen, is niet van aard om het geschonden vertrouwen in de politiek te herstellen. Quite the contrary. Even hilarisch als pijnlijk en voor mij het hoogtepunt van het boek is het omstandig verslag van een studiereis van een PVDA-delegatie naar de toen nog communistische heilstaat Albanië onder Enver Hoxha. In de Gloria meets Monty Python met een sausje reizenwaas. Onweerstaanbaar. Louis van Dievel vertelt het allemaal met betrokken afstandelijkheid, met een combinatie van verbazing, verwondering, milde ironie en mededogen, maar met terecht respect voor het uitzonderlijke parcours van Gust van Mol. Een mens die een steen heeft kunnen verleggen in de rivier, ook al werd hij regelmatig kopje ondergeduwd.